Hallo, iedereen. Goedemorgen. Ik heb net mijn live in het Frans gedaan en ik dacht dat ik in een kwartiertje wel klaar zou zijn, maar ik kreeg opeens een technisch probleempje. Dus sorry voor deze 3 minuten vertraging. Dus welkom op de pagina als je op tijd was. Vandaag ga ik het met je hebben over de promoties van deze maand juni 2017. Ik ben Annette van der Kaai, aromatherapeut in Zwitserland en ook in Nederland voor doTERRA. En ik deel met jou vandaag dus wat we voor moois hebben bij doTERRA deze maand. Deze maand, als je in een loyaliteitsprogramma zit, heb je recht op, krijg je als cadeau, de Wild Orange. Hallo, welkom. Kondig je even aan als je er net bent. De Wild Orange, dat is echt een fantastische olie die eigenlijk voor een heleboel dingen kunnen gebruiken. Je kunt hem op fysiek niveau, gaat hij de spijsvertering bevorderen. Je kan er vooral, ik gebruik hem vooral op emotioneel gebied en op energetisch gebied, want dat zijn echt mijn dingen. En ik zie eigenlijk niet zo wat ik er op fysiek niveau mee zou doen. Ten eerste, als je hem op de huid aanbrengt, moet je heel erg uitkijken dat je niet dat je niet in de 12 uur daarna naar buiten gaat, want hij is heel lichtgevoelig. Hoe zeg je dat? Nee, dat ja, gevoelig voor als je in de zon gaat. Ben het woord even kwijt. Ik moet nog vaak wel een beetje nadenken met het Nederlands. Dus ik gebruik hem echt veel meer, ja, gewoon als emotieolie. En wat doet hij? Hij helpt echt het upliften van je mood. Ja, als je je dus down voelt, geeft hij echt die opbeurting die je soms nodig kunt hebben. Het is dus een vrucht, de sinaasappel, die midden in de winter groeit. Dus dat is dan een beetje die zon midden in de winter. Zo zou je er een beetje naar kunnen kijken. Men zegt ook dat het olie is van de overvloed. Dus ja, wie wil er geen overvloed aan mooie dingen? Ik in ieder geval wel. En ik geloof ook heel erg dat wij co-creators zijn van onze realiteit. Dat we zelf heel veel kunnen doen om ja, onze realiteit zo mooi te maken als we zelf wel willen. En het is dus ook een prachtige olie om die te gebruiken, want het is echt de olie waar je ja, creatief mee aan de slag kan, die creativiteit gaat stimuleren. En dat is ook wel een beetje logisch, want als je down bent of als het niet goed gaat, ja, dan ben je niet zo creatief, dan creëer je meer tekortkomingen. Dus het helpt echt bij het stimuleren van overvloedsgedachten in plaats van gedachten die dus in de tekorten komen, tekortingsgedachten. In vroegere tijden, in de Franse traditie, werd die heel erg vaak gebruikt als mensen hartkloppingen hadden, bijvoorbeeld. Om die hartkloppingen te verminderen. Dat is hoe die vroeger werd gebruikt. Ja, en hij bevordert echt ook de eetlust. Dus dat kan soms wel handig zijn. Hoe gebruik je zo'n olie? Nou, je kan hem dus gewoon ook eten. Het zijn 100% pure oliën en natuurlijke producten, dus je kunt ermee koken. Je kunt er heerlijke sorbetten mee maken, bijvoorbeeld, of gewoon een druppeltje in een drankje doen. Er komt op den duur hier op deze pagina, ga ik proberen om recepten te posten. En daar hoort de sinaasappel zeker bij. Dan heb je een ander product waar ik het over wil hebben. Dat is de PB Assist. Dat is een olie.
Het zijn capsules, kleine capsules, waarin je pre- en probioticum in hebt. Dat is echt heel belangrijk voor de microflora van je darmen. En het is heel belangrijk, vind ik, dat je echt voor je darmen zorgt. Een heleboel problemen, gezondheidsproblemen, kunnen vermeden worden als je zou zorgen dat je, dat je beter zou eten en zorgt dat je darmen goed functioneren. Hippocrates zei het al, zorg dat je eten je medicijn is. Dus een heleboel ziektes zouden vermeden kunnen worden als we een beetje beter zouden opletten op wat we eten. Er zijn een heleboel verschillende theorieën over en ieder moet daar zelf dus een idee over maken. Maar wat ik heel mooi vind met deze PB Assist is dat hij eigenlijk 6 miljard cellen, deeltjes heeft in die capsules, die dus in de darmen worden gestort en die dus helpen om de darmen makkelijker te laten functioneren. Dus dat is heel handig, vooral na een antibioticumkuur of ook 1 keer per jaar gewoon preventief om die flora te helpen en te ondersteunen. Na de winter is dat vaak goed. Kijk natuurlijk altijd wel met je arts, hè, of dat wat hij ervan vindt en of hij daar mee akkoord gaat. Dan heb je voor mensen die dus voor 200 PV's aan bestellingen plaatsen. Dus als je al lid bent bij doTERRA, heb je dus een prijslijst gekregen. En in de rechterkolom zie je PV staan. PV staat voor punten. Waardepunten eigenlijk. En als je dus een bestelling plaatst, dat zie je in je winkelwagentje, hoeveel punten je bestelling is. Dan, als je aan 200 punten komt, deze maand, dan, krijg je de roll-on van Immortelle, erbij. En die is ten waarde van €75. Dus dat is echt een heel mooi cadeau. Wat kan je doen? Ze noemen het de anti-aging blend. Dat is dus een blend die je dus op je huid kan aanbrengen, waar je rimpeltjes hebt bijvoorbeeld. En daar dan een moisturizer overheen doen. En dat voedt de huid en dat helpt de cellen te hernieuwen. Alles wordt eigenlijk gebruikt als preventie en om, ja, om het lichaam te helpen te ondersteunen om er beter uit te zien en om gezonder door het leven te gaan. Je kunt die Immortelle ook gebruiken. Daar zitten dus een heleboel etherische olie in. Het is ik heb hem nu jammer genoeg niet bij me gepakt. Ik haal hem even op. Sorry hiervoor. Het is zo'n rolletje, zo'n flesje met een balletje hier. En dat doe je dan gewoon op sommige plekken. Je kan het ook op je voorhoofd doen. Doe je het een beetje zo over je huid. Smeer je het in en daarna doe je er een moisturizer overheen. Hoeft niet, je kan het ook gewoon zo puur gebruiken. Je hebt, dat doe je door als je zo'n rolletje hebt om hem dus hier in de. Oeps, ik ben buiten de camera. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Nou ja, in de gleuf hier van je elleboog. En als je na een halve dag daar geen rood plekje hebt, dan kun je er gewoon voor gaan. Maar normaal gesproken, ik heb nog nooit gehoord dat iemand daar last van heeft gehad. Maar iedere huid is anders, iedere persoon is anders. Het is ook een olie die je kunt gebruiken, omdat er heel veel hoge frequenties in zitten in de olie. Er zitten dus helichrysum in en zitten echt olieën in die heel waardevol zijn. Kun je ze ook gebruiken om op energetisch gebied te werken? En dat klinkt, weet ik, soms in Nederland een beetje zweverig, maar
dat is niet zo. Je kunt er echt voor zorgen dat je je beter voelt. Dat je echt zorgt dat je op je energie werkt. Als je al bekend bent met energie, werkt deze dus heel erg opbeurend, maar ook wortelend. Dus hij is echt super als je veel mediteert. Dat je dus echt gegrond blijft en toch heel ver kunt gaan in je meditatie. Daar gebruik ik hem heel vaak voor als ik een beetje moeite heb. Soms heb je van die momenten in het leven waar er heel veel in je hoofd zit en waar het moeilijk is om tot jezelf te komen. En daar helpt deze heel erg mee. En hij is ten waarde van €75 en dus een cadeau als je dat doet. Nou, dan hebben we deze maand, na conventie, hebben we gehoord dat we dus de Petit Grain gaan krijgen. Dat is echt een fantastische olie. Daar kom ik nog wel op terug. Daar komt een speciaal videootje van. En de Nard van de Himalaya. Ook, dat zijn echt twee fantastische etherische olieën. Er is ook de hele spa-producten hebben ze laten groeien. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Nou, dat is het eigenlijk een beetje voor vandaag. Als je vragen hebt, stel ze dan gerust. Als je wil weten hoe je aan de producten wilt komen, of eerst ook een beetje meer wilt, ja, mij meer wilt leren kennen, weten wat mijn achtergrond is en wat ik je kan bieden, ja, dan kan je graag contact met me opzoeken. Dan post je gewoon een boodschap hier, een privéboodschap en dan kom ik bij je terug. Ik help je heel graag. Oorspronkelijk was ik echt van plan om de Terra voornamelijk in Nederland te doen, want toen ik zag dat daar heel weinig kennis is en heel weinig producten, ja, er zijn eigenlijk bijna geen etherische olie heel moeilijk te vinden. Je kan ze wel in sommige biowinkels vinden. En ja, je hebt natuurlijk olieën ook bij de tuinen of zo, maar dat zijn, ja, het is heel belangrijk om voor hele goede olieën te gaan die echt je lichaam ondersteunen en die niet ook nog je lichaam gaan vervuilen. En ja, ik werk al 24 jaar met etherische oliën en ik wil Nederlanders ook echt helpen. En voor mij is dat nog echt een beetje een challenge. Vanwege, ja, mijn Nederlands is goed, maar ik moet echt eventjes erin komen. Dus oorspronkelijk was dat ook echt mijn idee. Maar ja, het groeit voornamelijk ook heel veel in Zwitserland. Dus laat weten wat ik voor je kan doen, hoe ik je kan helpen of je meer wil weten. Want ik weet dat het in Nederland nog niet zo bekend is. En ik wil echt ook leren hoe ik jou het beste kan helpen om ja, een beetje te weten over die producten. En zelfs als je geen lid bent bij doTERRA, wat je er allemaal mee kunt doen. Dus stel gewoon je vragen en dan ga ik daarop antwoorden en dan wordt het ook een beetje interactiever allemaal. Het is voor mij heel belangrijk dat mensen onderwijs krijgen over hoe ze, ja, of leren. Ja, het is niet echt onderwijs, maar hoe je kunt leren wat je allemaal toch zelf kunt doen om je gezondheid zo lang mogelijk in eigen hand te houden. Dat je echt zorgt dat je gezond blijft, dat je je gezondheid weer terugkrijgt, wat je daar allemaal voor kunt doen. En ik werk ook met artsen samen. Dus zou je een arts zijn en interesse hebben en meer willen weten, ik werk in Zwitserland ook met artsen. Dus laat gewoon ook even weten wat je, ja, dan kunnen we er ook over praten en dan kunnen we onze krachten ook misschien bundelen om de klanten nog beter te helpen, mensen die het echt nodig hebben. Dus het gaat mij echt meer om ja, dat je zelf weer je gezondheid in de hand krijgt, of in ieder geval zorgt dat je zo lang mogelijk gezond blijft. En daar wil ik je echt mee helpen. En natuurlijk, die producten zijn fantastisch. En als je via die producten, maar er zijn ook een heleboel andere dingen. Dus nou ja, laat het me weten en ik ben er voor je met mijn team. Doei doei en een fijne dag en een fijne maand juni. Ciao ciao.